Via Cultura presenteert Project Spoorzone. Wil Dordrecht een jonge, bruisende stad zijn? Een interessante vraag met veel kanten. Wat is bruisend en wat is Dordrecht? Is Dordrecht wat ambitieuze stadsmakers van deze stad willen maken? Of is Dordrecht een beleid waar alles in moet passen? Vier stadsmakers met plannen om Dordrecht net iets meer te laten bruisen gaan in discussie. Met als gasten Dennis van Buren, Boris Gunst, Auke Damsma en Bob Rekelhof. De live muziek is van Stella Warden, co-host David Arisa Lora, presentatie Charco van Raalten. Welkom bij Via Cultura. Je hoort het al, mijn naam is Charco van Stichting Spoorzone. Stichting Spoorzone heeft natuurlijk dit jaar het Meeting of Styles Graffiti Festival gedaan bij de Dokweg. Daarnaast zijn we bezig met heel veel andere plannen en we zijn dit jaar begonnen met een statement op het cultuurbeleid. Dat heeft heel veel losgemaakt en nog steeds. Heb je dat nog niet gelezen? Ga naar www.projectspoorzone.nl en vind alles uit. Daarnaast doen we dus af en toe zo'n Via Cultura om onderdelen van de statement te behandelen. De eerste ging over wat is nou urban en tech culture. Het was een hele brede discussie waarin we er eigenlijk achter kwamen dat misschien wel alle stadse cultuur urban culture is. In tegenstelling tot de gekanoniseerde definitie uit het landelijke cultuurbeleid. Gekanoniseerde cultuur is de meer traditionele, in de cultuurhistorie gewortelde cultuur, klassieke muziek, opera en operette, toneel, moderne dans, klassiek en literaire bijeenkomst of voorleesavond. Dus in tegenstelling tot die jonge cultuur, zoals graffiti, streetdance, breakdance, hip-hop, maar ook meer video-editing, fotografie, memes, dat leeft en evolueert, is heel erg van nu of het bruist. Dus het Bach-festival is gekanoniseerde cultuur, dat, zou ik kunnen zeggen. Dat kan je zo zeggen. Ja, de vorige aflevering deden we over het nachtleven, waar we in Dordrecht 400% te weinig van hebben ten opzichte van het landelijk gemiddelde. En hoe we daar verandering krijgen. Dus dat zijn allebei discussies die heel erg gingen over van hoe kunnen we van Dordrecht een jonge, bruisende stad maken. Dus daar gaan we nu op verder. Dat is natuurlijk een hele brede discussie, want wat is Dordrecht en wat is bruisend? Daar hopen we vanavond een soort van antwoord op te geven. Maar met name de vraag, wat wint of verliest Dordrecht om wel of niet bruisend te worden? Dus wat lopen we mis? Wat zal de stad verlaten en wat levert het op om niet jong en bruisend te zijn? Dat klinkt misschien een beetje alsof we heel negatief gaan zijn en dat het allemaal een klaagzang wordt, maar ik denk dat alle makers hier altijd wel een soort van pessimistische optimisten zijn. Je moet het probleem kunnen zien voordat je met een oplossing kan komen. Dus we gaan vanavond met name gewoon problemen benoemen om ze op te lossen. Dan ga ik meteen even een introductie doen van de term bruisend. Want wat is dat? En dat is natuurlijk een opvatting en dat is voor iedereen persoonlijk en dat is rekbaar. Maar we moeten met name even naar de tegenstelling van levendig kijken. En dit was ook wat Gerben Baai bijvoorbeeld zei tijdens een bijeenkomst die door Roland was georganiseerd, waar het ging over de bruisende binnenstad. En dat hij zei van nee, bruisend is voor iedereen anders. Laten we het levendig noemen. Maar ik stel hier, levendig en bruisend zijn echt twee verschillende dingen. En een van mijn gasten hier, daar heb ik deze week mee gepraat, die kwam heel de tijd met voetbalanalogieën. Dus dat ga ik ook gebruiken. Een levendig voetbalteam doet wat ervan verwacht wordt. Het speelt volgens plan, het is niet vernieuwend, het gaat meer een beetje conserveren, behouden. Het is controleerbaar. Er is natuurlijk niks mis mee, maar niet elk team in de divisie staat stil. Sommige teams ontwikkelen zich wel en wat heb je dan aan die levendigheid als je daaraan vasthoudt? Ten opzichte van een bruisend voetbalteam, dat probeert wat. Het experimenteert, het verrast, soms faalt het. Het is een beetje ongecontroleerd, maar het is wel altijd op zoek naar die verbetering. Het evolueert, het staat niet stil, het speelt prikkelend. Nou, volgens mij is dat een degelijk verschil. Ik weet niet of iedereen even kan knikken. Dus het verschil tussen Atletico Madrid en Barcelona, begrijp ik. Zoveel weet ik dan weer niet van voetbal. Omdat ik kunnen, nee, ik ook niet, maar ik denk ik ben jij Spaans of zo? Sí, señor. Maar nu klinkt het een beetje of dat bruisend dan gewoon altijd maar dat zoeken naar vernieuwingsdrang is. Maar het gaat niet alleen om die vernieuwingsdrang. Het is juist dat bruisende wat een voedingsbodem is voor
die vernieuwingsbrang. Je hebt een ambiance, een setting nodig met ontmoetingen, discussies, een tikkeltje chaos. Dat is de vruchtbare grond. En zo zie je dat ook in de geschiedenis, dat de meeste innovatie en vooruitgang komt altijd uit gebieden of plekken waar heel veel door elkaar gebeurt. Net zoals deze crisis waar we in zitten. En alle crisissen zijn altijd een hele vruchtbare bodem voor innovatie. En het is nu geen en-en, of het is een en-en. Een geen of discussie. Het is niet dat we hier pretenderen of agenderen dat heel de stad zou moeten bruisen. Net zoals niet elk team in een divisie bruisend speelt. Er is ook behoefte aan die levendigheid. Maar er is wel aan beide behoefte. En dat is dus de vraag van, is in deze stad, is er genoeg ruimte voor die bruisenderheid? Of zijn we alleen levendig en sluiten we daarmee die vruchtbare bodem uit waaruit heel veel makerscultuur en nieuwe dingen kunnen ontstaan? En dat is natuurlijk in een stad die een hogeschool wil, een enorme uitstroom van jongeren heeft, volgens een onderzoek wat nog niet openbaar is. En al die jongeren geven een beetje hetzelfde aan. Het mist die levendigheid, die bruisende levendigheid. Er moet een hiphophuis, een festival, meer nachtleven. En dat zie je, van vroeger waren die plekken er wel. Dus eigenlijk de vraag die we hier met z'n allen een soort van gaan beantwoorden. Kan Dordrecht overleven met alleen levendig zijn? Of moet er ook ruimte zijn voor die bruisende cultuur? En dat is natuurlijk van, als dat niet gebeurt, blijven dan de jongeren, blijven de makers. Wordt Dordt een aantrekkelijke stad, wat kan helpen om die groeiambitie die Dordrecht heeft te vervullen? Alright, dan gaan we naar de discussie. We hebben zo muziek van Stella Warden. En nu had ik gevraagd of ze even een riffje kunnen doen, maar nu weet ik dat Bob heel goed riffjes kan nadoen. Ja. We doen hem gewoon heel even opnieuw. Doe ik de padumpatsa, padumpats. We hebben dadelijk muziek van Stella Warden. En maar daar gaan we het later meer over hebben. Ik zal eerst mijn co-host introduceren, die onder andere Stella hier heen heeft gekregen. Het is David Arisa Lora, goede vriend van mij. 2,5 jaar geleden lag hij volledig in de kreukels. 19 ribben gebroken, nekwervels gebroken, been korter. Nu zit hij er weer, alive and kicking, dus dat is op zich al heel wat waard. En nu zei David, nadat ik hem hiervoor had gevraagd, heeft zichzelf op social media gepretendeerd als de rol van de klagende boomer. En dat is een beetje omdat ik zei met dit gezelschap wat we nu hebben, het is best wel een echo chamber. We zitten hier met namelijk jonge witte mannen. En om te voorkomen dat deze discussie enige vorm van tegengeluid mist. Is David niet wit? Nou, als ik een kleine aanvulling moet doen. Het is dus niet zozeer dat ik het niet eens ben met deze mannen. Want alles wat deze mannen doen, daar ben ik sterk voorstander van. Maar we willen wel hier ook een beetje een dwarsdoorsnede van de bevolking representeren. En ik neem dus de taak van klagende boemer in die zin dat ik misschien wat meer voetnootjes leg bij ideeën en dat. Dus ik ben niet de klagende bloemen, maar ik speel hem vanavond. Laten we daarop houden. Helemaal mooi. Dan gaan we door met de discussie. Iedereen die online luistert via het Facebook-kanaal via Cultura Over en Uit of via YouTube. Je kan meedoen, stel gewoon vragen. Ze komen aan bod, misschien tijdens het programma, misschien beantwoorden ze daarna. Maar doe vooral lekker mee en laat bijvoorbeeld weten of je het eens bent of niet. Dan ga ik naar mijn gasten toe. Vier jonge makers die allemaal op een manier zijn, vind ik, om Dordrecht op een manier wat bruisender te maken. Vanavond zullen ze een deel van die plannen aankondigen, maar we gaan ook een beetje reflecteren op het proces van, kan dat nou? Is er ruimte voor dit soort makers? Of komen ze misschien allemaal op een punt dat ze de stad verlaten? Ik begin helemaal aan mijn linkerkant. Auke Damsma woont in Dordrecht, studeert bestuurskunde in Leiden. Is fractieassistent bij Beter voor Dordt. En ik ken hem via een plan voor een creatieve broedplaats hier in de Biesboshal. Daar gaan we het later meer over hebben. Om even heel kort iedereen aan het woord te laten. Ik ga even één korte vraag stellen. En er is altijd heel veel nuance op mogelijk, maar we gaan er later op verder. Auke, vind jij dat Dordrecht nu een jonge bruisende stad is? Nee, eigenlijk niet. Ja, we zien ja. Nee.
Super. Ja. Dat is heel duidelijk. Top. Dan steken we over naar de andere kant. Dennis van Buren. Je kent hem van Osteria Luca, Vissers Poffertjes. Ik ken hem ook van een legendarisch feest, de Finito Weekender. Maar hij is ook bezig als maker met onder andere de eerste introductiedag voor hbo-studenten. Hij heeft die stichting Horeca Scheffersplein om daar meer samenwerking in te creëren. Hij zit in het bestuur van de POPD, overwinnaar van een verschrikkelijke ziekte, mag ook genoemd worden. En hij is ook bezig met een ander project samen met project Spoorzone. Dus genoeg daadkracht en motivatie om de stad wat bruisender te maken. Ook voor jou even een korte vraag. Denk jij dat Dordrecht een jonge bruisende stad kan zijn? Ja, tuurlijk. Dat is praktisch weggelegd, denk ik, voor elke stad waar verschillende mensen, culturen en gedachten bij elkaar komen. Dus dat is in Dordrecht ook het geval. Ik denk dat Dordrecht ook de grootte ervoor heeft om bruisend en jong en inspirerend te kunnen zijn. Dus het antwoord zeker ja, maar daarvoor moet nog een hoop veranderen. Dat is top. Daar gaan we het dus vanavond over hebben. Dan steek ik weer even open naar Bob Rekelhof, wat ik in deze discussie een prototype jonge stadsmaker vind. Geweldige cameraman, vaste filmer bij de bibliotheek, is met jongerenorganisatie Arnieuwd bezig met street stories. Ze scoort bij Door actief met communicatie, geeft les op het voorgezet onderwijs in mediawijsheid en ook initiatiefnemer van een nieuwe stichting Stad Dordt. Daar gaan we vanavond meer over hebben. En daar wouden we eigenlijk Puk Zeewald voor uitnodigen. Die is er niet, dus hebben we Bob. Maar wat ik al zei... Bij gebrek aan beter... Nou, goeie avond. Maar zoals ik al zei, Bob is door zijn persoonlijke situatie nu misschien wel een prototype jonge maker. En we komen er later op of dat nou goed is of niet. Even voor jou ook een vraag. Wat bruist er nu in Dordrecht? Zo, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat er nu wel namelijk heel veel stil ligt. Behalve dat er natuurlijk wel bepaalde culturele instellingen zijn, zoals een bibliotheek, zoals een Door, Meeting of Styles, wat je het georganiseerd, wat je net al noemde. Wat wel plekken zijn waar jongeren dan bijvoorbeeld samenkomen en waar er dus ook echt dingen gemaakt worden en verbindingen worden gelegd. Top. Dan de laatste gast, Boris Gunst. Ik vergeet soms echt dat je muzikant bent. En ook label-eigenaar. En hier komt hij. Winner of the 2019 ISPM VNPF Popular Music Thesis Prize Masters. Was ik ook bijna vergeten. Ja, dat is een wetenschapsprijs omdat je iets hebt geschreven over hoe je populariteit van muziek kan voorspellen aan de hand van Spotify. Ja, Views. Op basis van online community zou je kunnen voorspellen of het nummer een hit wordt. Precies. Kan je kijken en dan... Het is te lezen op je website, kwam ik vandaag achter, borisgunst.com. .com. Ja. Ja, maar Boris is natuurlijk met name de vestigingscoördinator bij SBK, Stichting Beeldende Kunst. Volgend jaar komt er een uniek Dordtse project aan in de kunst Dordt Verbeeld. En bezig met een plan voor hedendaagse kunst- en cultuurcentrum in Dordrecht. Dus daar gaan we het ook over hebben. Voor jou ook een vraag, wat borrelt er nu in Dordrecht? Wat zou er nog kunnen gaan bruisen? Ja, dat is eigenlijk waar het om gaat. Dat je kijkt, alle ingrediënten in deze stad heb je. Je hebt dit eiland, daar wonen mensen op. Daar wonen mensen al heel lang op. Dat zijn de oudere mensen, de boomers misschien. En heb je mensen die wat minder lang op aarde zijn, maar ook hele goede ideeën hebben. En daarvan zou je moeten zeggen, wie zijn dat? En hoe gaan we die... Als je ondernemend bent, heb je geen gemeente nodig. Ben je een beetje ondernemend, dan zou een gemeente dat kunnen faciliteren. Maar als je een echt ondernemer bent, dan kan je het ook alleen. Duidelijk. Daar gaan we het later nogmaals over hebben. Dit zijn mijn gasten. Al met al, ik denk 4, 5, 6, 7, 8 jonge makers met plannen en ambitie. En de vraag is dus van, is er ruimte voor en is het nodig? Laten we gaan beginnen. Nog één keer van, luister je dus thuis mee, wil je meedoen? Laat comments achter, die lezen we. Of bel iemand hier die op het podium zit. Maar doe wel je mondkapje op. Alright, gaan we beginnen met Auke. Zoals ik al zei, ik ben met jou in contact gekomen door de Biesboshal, waar we nu zitten. De gemeente heeft dat op de dispositielijst gezet, dus ze gaan het verkopen. En er wordt gekeken naar wat is het beste plan. En ik zag daar wat plannen en één plan daarvan was voor een creatieve broedplek.
Dus ik heb meteen contact gezocht, omdat ik echt denk dat dat iets is wat Dordrecht echt nodig heeft. Toen kwam ik in een appgroep met blijkbaar allemaal jonge creatieven die heel graag zouden vestigen in zo'n pand. Wat logisch is, want het is natuurlijk zo'n broedplek, zie je over heel Nederland. Tal van voorbeelden, Keilewerf, Vechtclubs XL in Utrecht is natuurlijk een goeie. Vaak een beetje oude industriële panden. En dat is met het gekke centrum van Dordrecht, waar eigenlijk heel weinig buitenwijken zijn, zou dit met het industriële karakter daar een fantastische plek voor zijn. Nou was eigenlijk mijn eerste vraag, waarom zet een student bestuurskunde zich in voor een creatieve broedplaats? Ja, het is eigenlijk een beetje echt vanuit mijn politieke interesse begon het een beetje. En eigenlijk ook een beetje vanuit de analyse dat ik gewoon zag dat heel veel mensen mooie plannen hebben, jongeren, maar ze niet echt een plek hebben waar het makkelijk kan. En dan hoor je natuurlijk vaak in alle politieke kringen hoor je allerlei plannen daarvoor. Dan gaan we weer in de binnenstad 100 euro van de huur afhalen. Maar het blijft gewoon, zeg maar, het is gewoon moeilijk om als echt jongere zonder startkapitaal echt wat te beginnen. En vanuit mijn liberale hart denk ik van ja, het moet ook gewoon voor iedereen een gelijke kans hebben om meteen te beginnen. Je hoeft geen rijke ouders te hebben. Je hoeft geen dik pand te hebben in de stad. Je hebt maar weinig ruimte nodig. Dus ik dacht van ja, dat moet je eigenlijk als politiek ook gaan stimuleren. Dan ben ik eerst een beetje rondgekeken wat in andere gemeentes. Nou ja, je hebt net een paar voorbeelden genoemd. Ik ben vooral in Breda dan bekend, daar heb je ook zo'n terrein. En daar doen ze dus echt, ze hebben daar gewoon gezegd, nou jongeren, hier heb je voor bijna niks, voor een heel laag tarief, hier heb je een plek, ga zelf aan de slag ermee, bedenk wat zelf. Waardoor je dus ook krijgt dat mensen iets ontwikkelen en daardoor door kunnen stromen naar andere plekken in de stad. Is dat ook niet iets wat al misschien in een wat verkleinende vorm in door gebeurt? Ja, het zijn net een beetje dezelfde kant op inderdaad. Maar door is inderdaad heel erg op dat puur creatieve gericht, voor mijn gevoel in ieder geval. En ik dacht gewoon iedereen met een plan, of het nou iets creatiefs is, of is het gewoon iemand die een winkeltje wil beginnen. Het is gewoon te moeilijk om echt die stap te maken naar het ondernemerschap. En ja, dat is voor mij gewoon dan zo'n pand zoals we hier nu in zitten. Echt zo'n broedplaats waar mensen samenkomen. Dat lijkt mij gewoon de perfecte mogelijkheid om dat te stimuleren in de stad. Ja, en het is, David zei net van dit gebeurt al bij Door. En Door is wel, denk ik, een van de enige broedplekken nu in Dordrecht. Maar die gaan natuurlijk terugschalen naar iets kleiners, op de munt waarschijnlijk. Ja. Er is eigenlijk een aantal verdiepingen, jonge creatieve makers, zet de gemeente eigenlijk gewoon op straat. Zo van, ja, je had een plek waar je kon werken, maar nu is het, zoek het maar uit. Dus dat eigenlijk staat een beetje haaks op waar we hiervoor agenderen natuurlijk. Jazeker. En inderdaad, ja, en natuurlijk in de politiek hoor je heel vaak alleen de beperkingen. Dat is denk ik ook voor mij echt het gevoel van, we hebben vaak een afstand tussen de jongeren en de politiek. Die is er. Dat wordt uit alle onderzoeken blijkt dat. En dat is eigenlijk wat ik dan ook vooral merkte van, heel vaak wordt er in de politiek, hier zeker in Dordrecht, echt gedacht in beperkingen. Dus, oh, er komt een mooi plan, er komt de visie van een jongere. En wat zeggen we? Ja, geld, gedoe, lastig, regeltjes, doen we niet. En ik wil daarom ook vanuit de politiek echt erop sturen. En ook daarom vanuit mijn rol als fractieassistent. Gewoon, wat willen jongeren eigenlijk? En denk een keertje ook als politiek mee in oplossingen. Waardoor je ook de jongeren echt dichter bij je gaat krijgen als politiek zijnde. In plaats van alleen maar iedere keer te zeggen, nah, toch maar niet. Hoe wordt daarop gereageerd, bijvoorbeeld binnen jouw eigen fractie? Ja, positief. Alleen je zit natuurlijk heel erg aan bepaalde kaders vast. En die kaders liggen er. En dus je moet echt een doorbraak maken als de politiek in Dordrecht zijnde van, we doorbreken al die kaders. Wat ik dus ook bijvoorbeeld nu merk met ons eigen Biesbosplan, gewoon Biesboshal, om hier wat moois van te maken. Dat het gaat over geld. Mensen willen toch, ja, als ze het verkopen en we hebben er geen zorg aan, is het ook wel lekker. En waardoor je dus de kans krijgt dat een ondernemer met een miljoen in zijn achterzak hier doet wat hij wil. Maar weer gewoon langs die jongeren wordt beredeneerd. Want ja, wij als jongeren hebben niet een miljoen in onze achterzak zitten. Ja, want dat is wat ik dus van een aantal politici heb gehoord. En wat ik net ook in de intro zei, dat er blijkbaar onderzoek is gedaan naar de uitstroom van jongeren. Dat zie ik heel veel mensen die ik ken, die eigenlijk allemaal hier wegtrekken, omdat het zo is. En het schijnt dus dat het nog groter schijnt te zijn dan ze verwacht hadden. Is dat iets wat leeft binnen de politiek? Ja, het is natuurlijk, het wordt niet echt zo openbaar besproken. Het is niet echt dat er een agenda wordt gemaakt. Ik zou ook gewoon zelf willen pleiten van, maak inderdaad echt een jongerenbeleid. Of maak het cultuurbeleid meer gericht op jongeren. Maar ja, het is natuurlijk ook, jongeren denken in kansen. Dat is gewoon iets jongers, dat is iets idealistisch. We willen een kans. En als we natuurlijk in een andere stad die kans krijgen, je krijgt in een prachtig pand, in een monumentaal pand, een hok voor een paar honderd euro per maand, waar je droom kan ontwikkelen, dan doe je dat. Zo simpel is het. En dan kunnen we wel van, ja, de binding met de Start Dordrecht, ja, die is er misschien wel. Maar die raak je daar dan gewoon kwijt. Omdat ja, wij geven de jongeren niet de kansen om hier te ontwikkelen wat zij willen, waar zij van dromen. Ja,
En nu weet ik via jou, er zijn meerdere plannen voor de Biesboschhal. Ja, zeker. Waarvan er eentje voor een sporthal is, die al heel ver gevorderd schijnt te zijn. Sluitende business case, een advies van de sportraad. Ja. Dus dat leek misschien al een soort gelopen race. Maar draagt zoiets nou echt bij aan de jongerheid en bruisendheid van deze stad, zo'n sporthal? Ja, ik vind het lastig. Het is natuurlijk, even heeft allebei gewoon een hele eigen groep die daar interesse in heeft. Ik denk dat er ook een groep is die daar gewoon wel echt behoefte aan heeft in de stad. Maar het gaat mij er vooral om dat je dan weer een hele groep jongeren gewoon weer daaraan voorbij gaat, wat er echt wordt verwacht. En dat het weer vanuit een punt komt van ja, oké, zij hebben geld en het financiële moet er overwinnen, het commerciële moet overwinnen. Terwijl ik geloof er ook in dat als jij dit een opstartplek maakt voor jongeren, echt een broedplaats, waar jongeren samen kunnen komen, samen kunnen bezig zijn met creativiteit, samen dingen kunnen ontwikkelen, dan stromen ze ook door naar de rest van de stad. Dan krijg je echt een ondernemersbasis van de jonge ondernemers in de stad. Dat is natuurlijk op lange termijn ook financieel veel prettiger, veel beter. En zou dat alsnog kunnen werken met de plannen dat ze echt tot 3 meter van het pand het helemaal vol maken met huizen? Is dit dan nog een ruimte voor een broedplaats? Of zou de gemeente dan liever kiezen van hey, we hebben heel veel huizen neergezet, misschien hebben we liever een sporthal? Want daar weten we bijna zeker van dat het na 10 uur stil is. Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk, dat is weer echt precies die politieke gedachte. We gaan gelijk in beperkingen denken. We zien gewoon dat het een trend is, dat de meeste steden, de meeste grote steden doen dit. Die kijken naar die broedplaatsen, hebben daar een eigen beleid voor, kijken naar wat ze daarmee willen. En ik ben gewoon bang dat als Dordrecht weer puur in beperkingen gaat denken, zoals we eigenlijk nu alweer doen, dat we dan echt die boot gaan missen. En dan ga je hem ook echt missen. Want zo'n pand als dit, als de Biesboschhal, hebben we er maar weinig van. En ja, het is natuurlijk, ja, het is niet ideaal dat er ja, hier tot aan de voordeur gaat worden gebouwd. Maar met goede afspraken en met, ja, het is natuurlijk ook gewoon de groep die je hier wil neerzetten, hoeft het niet per se te bijten. Ik bedoel, als je hier allemaal sporten gaat, gaan er ook mensen s'avonds lopen schreeuwen. Daar ga ik ook vanuit. En zeker als je de horeca erin gaat gooien, wat ook het plan is in dat sportplan, dan ga je ook gewoon ja, mensen die hier een biertje te veel drinken. Maar ik denk dat niet echt, ja, het is weer dat beperkingen denken zoals de politiek vaak graag doet en wat we nu ook gelijk weer zien. En ja, dat moeten we gewoon echt een keertje gaan doorbreken als Dordt. Hey, en heb jij het gevoel dat Dordrecht een beetje de trein mist wat betreft creatieve ontwikkeling? Ja, we renden nu achteraan, zeg maar. Hij is nog wel in bereik. Dus je hebt natuurlijk zo van die leuke filmscènes soms. Nou ja, dan zo'n oude westernfilm zie ik nu voor me. Je hebt zo'n trein die wegrijdt en een paar boeven die renden achteraan. Maar ja, we moeten eens echt gaan proberen er een scooter bij te pakken en er voorbij te chasen en erin te springen. Maar ja, dan hebben we wel echt een snelle impuls nodig om snel die stap te maken. Om ja, dus niet de trein te missen. Dus er is behoorlijke urgentie om. Ja, ik denk dat inderdaad wel de urgentie steeds groter wordt. En zeker als we alle mogelijke panden hiervoor af gaan schrijven. Wat je net benoemde, die dispositielijst, ja, hij staat er al op. Gelukkig wordt het nu een beetje teruggeschroefd en wordt het misschien nog een huuroptie. Dus zou het eventueel kunnen worden gehuurd. Maar ja, het is inderdaad, ja, dat is echt aan de politiek nu om daar een stap in te maken. Mm. En jullie, heb je dan een groep van allerlei verschillende mensen al op het oog die hier te werk zouden kunnen gaan? Of is het een breder plan wat je gewoon wil ontwikkelen met mensen die zich dan gaan aanmelden als het mogelijk blijkt te zijn? Ja, het is voor mij echt begonnen als een visie van, ik wil het in Dordt, we moeten gewoon een broedplaats willen als stad zijnde. Ja, de invulling daarvan, ja, dat is nog niet heel diep uitgewerkt. Maar inderdaad, ja, het moet echt op die makerscultuur zitten. Dus inderdaad, mensen die hier dingen gaan maken. Maar dat is het hele ding toch? Zeg maar uiteindelijk de kracht van een plek waarbij je dan een broedplaats maakt. Dan betekent dat ook dat het op de lange termijn zijn functie moet gaan vervullen. Ja, ja, precies. Dus, hè, Is blijkbaar behoefte, want er is dus een groepsapp waar behoorlijk wat mensen in zitten. Dus er is behoefte. Ja, nou, er is een basis. En het werkt in alle overige steden in Nederland. Dus waarom zou het in Nederland niet werken? Zeker als je ziet dat er zoveel jongeren juist naar andere plekken trekken, omdat daar wel zit. Nou ja, kijk, ik denk dat je er een andere discussie aan moet koppelen. En dat is uiteindelijk de vraag, zeg maar, hoe wil je jezelf als stad profileren? Zeg maar, wil je wel zo'n stad zijn die daadwerkelijk gaat bruisen, zeg maar? En wie bepaalt dan of dat daadwerkelijk zo gaat zijn of niet? Ja, ik denk dat wij uiteindelijk vanuit het makersperspectief het jonge ontwikkelende perspectief denk ik een beetje tegengas kunnen geven op het ideaal dat Dordrecht een stad is waar straks alleen nog maar 30 tot 50ers wonen, bij wijze van spreken, die naar hun werk gaan in grote steden.
En hier gebruik maken van faciliteiten als inderdaad een grote sporthal of een prachtig stadspark en bloemetjes plukken met kinderen, zeg maar. Moet de politiek dat bepalen, vind jij? Of de makers? Kijk, nou ja, dat moet een verhouding zijn, snap je? Het kan niet zo zijn dat de politiek dat in zijn geheel beslist, maar het kan ook niet zo zijn dat je zegt, nou ja, laten we dat dan maar uit handen geven als politiek. Die identiteit van onze stad, die wordt gemaakt door een setje mensen die wij niet kennen bij elkaar zetten en we hopen maar op wat goeds. Dat zou ook niet. Ik denk dat dat ook niet goed aansluit, zeg maar, op datgene wat je wil bereiken. Ja. Ja, dus je zal. Ik ga even inbreken, Dennis, want je bent zo nog aan de beurt. Ja, nee, en, jij had ook nog een vraag. Maar, we gaan heel even naar een liedje van Stella Warden. We krijgen eventjes Britney on the Radio. Jawel. Stella Warden.
we zaten midden in een discussie. Ik kijk heel veel naar Auken. Wil jij nog wat? Oh shit. Ja, we komen zo bij jullie. Ja, helemaal tot rust komen. Ja, ik wil nog even kort reageren op wat inderdaad net werd gezegd. Ja, wat inderdaad, ik had ook bij de politiek wel het gepresenteerd, het plan. En het eerste wat hier iemand komt naar me toe, die zegt, ja, maar dat is toch helemaal niet zo'n stad. Dat is Breda, dat is anders. En dat vond ik echt iets heel typisch, wat inderdaad dan, ja, zeg maar, die generatie politie er zo over denkt. Van, Dordrecht is niet zo'n stad. En waarom dan niet, ja, we zijn toch geen hipsterstad. Zo zei ze dus letterlijk. Komt dat een beetje door het Calimero-syndroom, waar ik van vind als boomer, zeg maar, dat Dordrecht dat toch wel een beetje heeft en houdt vooral. En ja, het laatste vind ik vooral jammer. Ja, maar het is ook een beetje zeker. Een self-fulfilling prophecy natuurlijk. Als je dat maar over jezelf blijft uitroepen. Ja, terwijl... Wat is ook alweer het Calimero-syndroom? Nou, ik ben klein en zij zijn groot. Dat. Ja. Dus dat je jezelf kleiner houdt en maakt dan je feitelijk bent. Want Calimero is eigenlijk wel een hele baas. Die heeft toch zo'n ei op zijn hoofd. Ja. Dus als je een broedplaats hebt waar het niet helemaal goed gaat, dan heb je van die Calimero's aan het eind. Dat je allemaal van die kuikentjes hebt. Ik vind dat een mooie interpretatie. Dat is niet zoals ik hem bedoelde, maar ik vind hem wel heel mooi. Ja. Ik denk dat we zo nog terugkomen op dit punt. We gaan eventjes naar Dennis van Buren. Wat eigenlijk ook misschien wel een beetje de aanleiding voor deze Via Cultura is. We zijn dus onder andere met Dennis en ook Marlijn Amaro met Project Spoorzone bezig om een leuke invulling te verzinnen voor de oude BP aan de Dokweg. En daar liepen we eigenlijk tegen het probleem aan dat wij iets voorstellen. We maken er een bruisende containerbar, stadsland, biergarden, echt iets wat Dordrecht mist. En nu lijkt het alsof de gemeente eigenlijk lijkt te kiezen van ja, superleuk idee, maar we hebben liever een parkje daar. Dus dat is misschien dan ook een beetje van ja, wat is Dordrecht? Is dat het beleid waar alles in moet passen? Ja, daar liepen we tegen een kadertje aan. Dat was wel bijzonder. Nu lijkt het, en het is wel logisch ook, omdat dat plan zijn ze al 6 jaar mee bezig. Maar het stelde ons wel voor de vraag van, hey, we denken dat we zien dat iets Dordrecht iets nieuws kan gebruiken. Ja. Voor een doelgroep die nu weinig kan vinden. Ja. Dat stel je voor, er wordt positief op gereageerd. Maar later wordt dan gezegd van, we hebben eigenlijk liever een stadsparkje. Ja, nou ja, kijk, zeg maar, ik denk dat je... Ik ben ook iemand die graag in die zin een beetje reflecteert op mezelf, zeg maar. Hè. Wat hadden wij nou anders moeten doen in de communicatie om te zorgen dat die mensen hadden begrepen wat wij wilden? Hè? Want ik heb het idee, we hebben voorafgaand aan die presentatie, dus misschien wel goed om eventjes te illustreren, 2 oriënterende gesprekken gehad hè, met de projectgroep van de gemeente die dat begeleiden. En zowel ik als jullie, als zeg maar project Spoorzone, maar ook met een afgevaardigde van iemand die bij mij werkt, hebben we die mensen toch niet duidelijk kunnen maken wat wij daar nou in ons hoofd hadden. En uiteindelijk zeg maar, verschilden we daarin zo breed van visie. Wij wilden daar iets neerzetten en dat omvatte bijvoorbeeld een oppervlakte van ruim 700 vierkante meter. En die dame die begon te praten, die zei, nou jongens... Dit zijn de tekeningen en jullie hebben 90 vierkante meter. En laat me zien wat jullie daarmee willen doen. Oh ja. Dus wij zaten elkaar een beetje aan te kijken van wow, volgens mij gaat dit niet helemaal de goede kant op. Dat werd eigenlijk meer ongemakkelijk dan dat het ook echt iets opleverde. Aan de andere kant merkte je wel, want we zaten met een mannetje of 10 of zo in zo'n soort Zoom-meeting. Ja, ja. En dat er ook vanuit de mensen waarmee we... waaraan we die presentatie gaven, dat toch wel bereidheid was om dat plan te verdiepen en misschien zelfs wel een plek te geven. Hè? Want er waren een paar die waren super enthousiast. Die zeiden, gaaf, weet je wel, hartstikke leuk. Wij waren ook niet stellig overtuigd dat dit de enige plek is waar iets dergelijks zou kunnen. Maar op dit moment zou het een hele mooie plek zijn om te verwezenlijken wat wij in ons hoofd hadden. Het jammer is dan inderdaad alleen dat je dan direct weer krijgt van, nou ja, we hebben dus kaders gemaakt. Hè? Die kaders die zijn, dit willen we bouwen, hè? Een park met 90 vierkante meter ruimte om horeca te maken. Met als tegenargument van volgens mij een van de architecten daar zelfs, dat daar nu al mensen gebruik maken van het prachtige grasveld om naar de zonsondergang te kijken met een fles wijn. Even voor de beeldvorming, we hebben over het grasveldje naast de oude BP bij de Zwijndrechtse brug. Ja. Waar 3 tafeltjes staan. Wat er nog van over is. En inderdaad, ik ben voor de grap een keer zelf wezen kijken, maar er ligt meer afval dan... Zeg maar dat het echt een plek is om daar mooi van te genieten. Dus ja, dan ga je toch met elkaar denken van, nou ja, hoe kunnen we daar wat moois van maken? Ik denk dat we daar een hele toffe combinatie in hadden.
van expertise, een heel goed netwerk, een bepaalde visie. Mensen met praktijkervaringen, zeg maar, zowel horeca gerelateerd als ook juist meer richting het creatieve. Hè, van jullie, van Sammy, maar ook van Merlijn die daarbij betrokken is. En daaronder nog een veel grotere groep met jonge gasten die dan weer bij ons werkt of via ons betrokken is bij dit soort plannen. Niet zo heel veel om dit specifieke voorbeeld, maar wij belden daarna en jij barstte los van ja, eigenlijk deze muur waar we nu tegenaan lopen, dat wordt op heel veel plekken in Dordrecht gedaan. Bijvoorbeeld een energiehuis wat ook niet volledig bruist. Of het energieplein waar ze geen festivals kunnen geven omdat ze... Omdat het gemaakt is door een ambtenaar. Dus dat het, hoe jij een hele opsomming gooide, leek het bijna... We kunnen erom gniffelen, maar dat is toch gewoon keihard waar het om gaat uiteindelijk, zeg maar. Daar zijn we in Dordrecht echt magistraal in, zeg maar. Wanneer het uiteindelijk tot een concreet verhaal moet komen, zeg maar, dan is er altijd een ambtenaar die zijn stempel wil drukken op het verhaal. Zeg maar, moeten we in de binnenstad een reclamebeleid voeren en iemand die past, er moet een nieuwe brug gemaakt worden, om maar een specifiek voorbeeld te noemen. Nou, de lumpia bakker die plakt er een prachtig bord op, maar nee, dat mag niet, want de kleurcombinatie is niet goed. Joh, boeien. Die man die heeft dat op bedacht en die vindt dat mooi. En die zit er prima. Ja, ja. Dat bedoel ik. Weet je. En dat is maar een klein voorbeeld. Want misschien is die man... kunnen we niet eens in het hoekje een maker stoppen. Maar zo zijn er inderdaad heel veel plekken. En dit is er denk ik ook een van. Waarbij uiteindelijk de visie ontbreekt om echt wat gaafs met de plek te doen. Zeg maar. Dus je kan er heel veelzijdig mee omgaan. Hè. Wat jij zegt, je kan er een broedplaats van maken. Je zou hier een combinatie kunnen maken van veel meer concepten. Want het is een gigantische oppervlakte. Je hoeft als gemeente ook dat ding helemaal niet te verkopen. Als je de juiste partijen ook maar de kans geeft om het in te vullen. Zeg maar. En dat zie je met het oude belastingkantoor denk ik precies hetzelfde. Ja. Wat je van door kan vinden, dat is denk ik iets persoonlijks. Hè? Het is ook een hele veelzijdige organisatie. En de een zegt, ja, een beetje een ratje toe van mensen die maar wat geks aan het doen zijn. En de ander zegt, ja, maar dit is superbelangrijk voor een creatieve, voedzame bodem in je stad. Die balans die zal er moeten zijn en die voor's en tegens die hou je. Maar juist zoiets zou ook hier, denk ik, heel goed kunnen werken. Maar dan, wat je zegt, hè, daar gaan we een visie omheen ontwikkelen met weer kaders. Woningen en het moet allemaal geframed zijn, een beetje veilig, zeg maar. Je merkt dat we net niet over het randje durven gaan in veel gevallen. Zeg je eigenlijk, Dennis, dat de gemeente / beleidsmakers eigenlijk de connectie missen met de jongeren, waardoor ze eigenlijk de jongeren kwijtraken omdat ze niet aanvoelen waar behoefte aan is. Dus zou het zo kunnen zijn dat er vanuit de gemeente of vanuit de makers meer naar elkaar toegewerkt moet worden? Dat er meer met elkaar gepraat wordt, dat men elkaar gaat begrijpen? Zal dat een optie zijn? Misschien dat we sowieso het woord gemeente moeten vervangen door politiek. Want de gemeente, dat ben ook jij, toch? En dat ben ik. Zijn ook mensen in Sterrenburg en Stadspolders en Krabbenhof en Wielwijk en weet ik veel. Hè. Misschien dat daar ook wel super creatievelingen tussen zitten. Dus die wil ik niet afschieten. Maar uiteindelijk vooral het politieke sausje wat inderdaad over heel veel dingen heen zit. En uiteindelijk misschien ook wel het gebrek aan begrip van weerszijden. Want ik wil ook wel eens weten, wat drijft die politiek nou om dat stempeltje erop te drukken? Als ze iets aan het bouwen zijn bijvoorbeeld, of als ze iets bedenken. En waarom worden we dan in een relatief laat stadium bijvoorbeeld pas betrokken? Is dat dan om uiteindelijk te kunnen zeggen, ja, we hebben het wel gevraagd, maar het ging niet? Of is dat dan... wat is de gedachte? Ja, dus Dordt is eigenlijk een brownie met een cappuccino-stad. En het zou meer naar een kombucha-stad moeten gaan eigenlijk. Weet je, doe eens wat anders dan wat je gewend bent. Ik zeg niet dat dat moet, maar ik denk dat je voor een... zeg maar, voor een goede balans in een stad heb je een combinatie tussen al die dingen nodig. Snap je? Het kan niet één grote bak hetzelfde zijn. Dan wordt het een beetje grijs, weet je wel? Dat is ook niks. Er moet iemand in het voetbalteam zitten die wel bruist. Ja, precies. Je wil een spelmaker, zeg maar. Ja. Een goede nummer 10 die inderdaad een keer een bal breed legt. Ik noem maar wat. Nee, maar dat zou hartstikke leuk zijn, zeg maar. En een stad als Dordt kan dat goed gebruiken. En daar hebben we echt zat mensen van. Die dat kunnen, die dat ook graag willen. Maar je ziet heel veel van dat soort makers die in andere steden uiteindelijk wel de ruimte krijgen. Ik denk dat Merlijn er ook een van is. Waarom staat die nummer 10 niet op dan in Dordrecht? Nou ja, het is niet dat hij niet opstaat, denk ik. Ik denk uiteindelijk dat er ook bepaalde beperkingen in zitten. Ik zou een praktisch voorbeeld geven vandaag. Ik belde met de omgevingsdienst over iets anders waar ik mee bezig ben. En die mensen die zeggen letterlijk, op dit moment ziet het ernaar uit dat het afgekeurd gaat worden. Want er is niet genoeg plek om fietsen te stallen.
wat? Geen idee. Ja, ja, ik ben het eigenlijk ook niet helemaal mee eens, hè, die vrouw. Dus ik ga wel een mooie brief schrijven naar het college. Maar uiteindelijk dat is dan, dan zit er een stukje regelgeving in. Of er zitten zoveel laagjes tussen die uiteindelijk soms die creativiteit ook een beetje ontmoedigen. En ik denk dat we dat er gewoon uit moeten snijden. Ik denk dat, tenminste, als ik naar mezelf kijk als maker, hè, van zo moet benoemen. Ik ben echt wel efficiënt ingesteld over het algemeen. Als ik wat wil, dan moet het gewoon in een aantal stappen concreet gemaakt worden. En dan wil ik het graag uitwerken. En dan wil ik niet 5 of 6 jaar over nadenken of alleen maar moeten leuren, zeg maar. En mijn wil is ook geen wet, dus het hoeft ook niet vanzelf te gaan. Maar ja, dan kom je toch weer op dat stukje balans en begrip voor elkaar en voor die plannen, denk ik. In hoeverre snapt de stad Dordrecht, de politiek in Dordrecht, maar ook de inwoners, dat er een goede balans moet zijn tussen die verschillende disciplines, om ze dan maar zo te omschrijven. En dat hoeft niet alleen maar horeca te zijn, maar dat kan dus ook een creatieve beroepplaats zijn of, weet ik veel, een grote kinderboerderij. Dat zijn allemaal dingen die een stad aantrekkelijk maken. Hey, en wat is jouw visie op? Er is dus die groeiagenda. We moeten binnen zoveel jaar iets van 10.000 nieuwe inwoners erbij. En nu lijkt alles aan de kant te gaan voor het bouwen van huizen. Bijvoorbeeld hier op de Stadswerven. Je had natuurlijk het Monumentfestival, wat nu niet door kan gaan. Waar geen nieuwe plek voor gevonden kan worden, waarmee een stukje bruisend weggaat. Er zat eerst natuurlijk de kunstrand, dat moest ook weg. Maar er komt alleen maar bewoning voor terug. En persoonlijk vind ik de Stadswerven een goed voorbeeld. Ik snap niet waarom er niet ergens een klein beetje ruimte is gehouden voor een bakkertje of een kapper. Dus dat eigenlijk die visie op het maken van huizen zo overweldigend is, dat ze, al hadden ze de politiek misschien niet dat zicht op de juiste balans, dat nu die doelstelling voor het maken van de huizen eigenlijk die balans nog veel verder uit balans brengt. Ja, haal je wel het feit dat je 10.000 nieuwe woningen gerealiseerd hebt. Ja, dan kun je punt op de agenda aftikken. Ja, maar dat heeft ze willen per se naar die 140.000 inwoners toe. Hè. Waarom moet alles daarvoor wijken, denk jij? Dus ook dingen die belangrijk zijn om die diversiteit in cultuur en in bewoners te houden. Waarom ligt, denk jij, de focus in 140.000 en allemaal het liefst mensen die boven modaal verdienen? Waarom ligt die focus erop? Waarom moet Dordt in één keer een stad worden met mensen met een welgevormde portemonnee? Want we zijn toch altijd een beetje een arbeidersstad waar veel kunst en cultuur gemaakt wordt. Mm-hmm. Kun je mij dat uitleggen als oude man, zeg maar? Waarom dat niet kan? Nou ja, ik denk het niet. Ik denk dat ik jou dat niet uit kan leggen. Want uiteindelijk die bovenmodaal verdienende mensen die we hier dan zo graag willen hebben, die willen ook een gezellige stad waar af en toe is wat gebeurt en waar ze kunnen recreëren en waar ze soms ook rustig een kop koffie kunnen drinken of waar ze door een park kunnen wandelen. Die willen ook uiteindelijk verschillende faciliteiten waardoor het aangenaam wordt om hierheen te komen. En als dat er niet is, dan vraag ik me af of ze überhaupt wel komen. Dus dan moet je denk ik ook afvragen van wie wil je dan trekken? En is dat inderdaad wel diegene die jou omschrijft? En ik weet ook niet, want je zegt alles moet daarvoor wijken. Ik weet ook niet of dat het geval is. Maar ja, je merkt wel gewoon dat er op sommige plekken ruimte ontnomen wordt om die creativiteit de vrije loop te laten gaan. En ik vraag me gewoon hardop af of dat de juiste beslissingen zijn. Dan kom je toch ook weer uit op dat Calimero-syndroom, zeg maar. Dus op een gegeven moment, ik heb ook het statement gelezen van project Spoorzone, zeg maar. Het staat van, Dordrecht is dan het historische uitstapje van Rotterdam, praktisch. En toen heb ik dus het coalitieakkoord gelezen, waar ook constant wordt verwezen naar, waar kun je zo dicht bij Rotterdam wonen in een historische stad? Het is gewoon constant jezelf kleineren van, eigenlijk willen we in Rotterdam wonen, maar dat kan niet, dus woon maar in Dordrecht. Ja, dat is inhaak op een trend. Dat is inhaak op een trend van, je weet nu dat mensen uit Amsterdam gaan naar Rotterdam, mensen uit Rotterdam die daar niet meer kunnen betalen gaan naar Dordrecht toe. Maar ik vraag me af, Dennis, als je, want jij begon net met de vraag van, of je zei eigenlijk, ik kijk altijd een stukje zelfreflectie van wat had ik anders kunnen doen. Ja. Zo ben ik zelf ook. Ik denk dat wij dat allemaal als makers zouden moeten zijn. Daarnaast zei je van, je hebt die politiek. Hè. De gemeente zijn we allemaal. De politiek is daar eigenlijk een weerspiegeling van. Mm-hmm. Dus je hebt met die verschillende bevolkingsgroepen en culturen te maken. Aan de ene kant zie je dus dat de gemeente wel, of de politiek wel dus, open staat voor zo'n idee wat jullie hadden of hebben. Wat een fantastisch idee is.
In de entree naar Dordrecht toe, je hebt de Papendrechtse brug en je hebt dan de weg langs waar de BP stond. Ja, exact. Als je daar zo'n plek zou hebben, zou dat fantastisch zijn. Heel veel mensen, ik denk wij allemaal, in ieder geval zouden zeggen van nou, dat is een goed idee. Tegelijkertijd heb je met die andere groepen te maken waarbij je verschillende politieke partijen hebt die het niet 1, 2, 3 met ons eens zijn. Hoe zouden wij nou daarmee om moeten gaan om hen wel te overtuigen? Welke zaken of zorgen die zij hebben jullie bijvoorbeeld in dat plan niet meegenomen? Even heel kritisch, hè? Als ik er heel veel mag inhaken, ik hoorde dus bijvoorbeeld van Auke dat het plan voor de sporthal hier, die zijn letterlijk met een plan naar alle politieke partijen gegaan om daar in de fractie dat soort dingen te presenteren. En is dat een antwoord van zo creëer je natuurlijk wel draagvlak. Heb je politiek draagvlak voor iets? Ja, mag inhaken inderdaad. We merken inderdaad dat de politiek is ook gewoon druk. En als we gewoon eerlijk kijken naar wat de politiek is, zijn het gewoon allemaal mensen met een fulltime baan die daarnaast als bijbaantje gemeenteraad doen. Dat is eigenlijk gewoon hoe het zit. En die mensen hebben dus heel weinig inzicht in wat er echt om in de stad speelt. Het is op zich ook logisch, want ja, hun krijgen een agenda voor zich die al einde, dat is echt een lange agenda elke week. En daar worden ze vaak worden ze echt beperkt daardoor om zich heen te kijken. Dus ik denk dat het inderdaad, als jonge makers, als creatieve groep jonge mensen, echt die stap richting de politiek zelf moeten gaan maken. Want ja, ze komen niet onze kant op gelopen, jammer genoeg. Dat zou natuurlijk ideaal zijn. En ik denk dat daar inderdaad voor ons allemaal hier gewoon ook echt een les zit, of in ieder geval een ding naar de toekomst zit. Hoe gaan we die banden met de politiek korter aantrekken? En dat is natuurlijk waar ik eigenlijk een beetje meer in zit. Dat is ook wat ik interessant vind in deze hele discussie. Maar er is wel een moment geweest dat jij dacht, en dat hebben jullie ook gehad met dit project. Je denkt, oké, hier zit een kans in, dit zou kunnen slagen. Ik heb bepaalde stemmen binnen de politiek gehoord die hier eigenlijk dit een warm hart toedragen. Dat is ook met jullie, bij het project Spoorzone natuurlijk ook het geval. En op een gegeven moment komt daar dan zo'n stadsplanner bij. En dan zitten jullie met 10 man in zo'n teamsmeeting. Dan heb je al die hele dynamiek van wat wij nu hebben missen. Je kan elkaar niet aankijken. En dan komt er een, ik kan me voorstellen, je wil het plan kenbaar maken. Jullie hebben dat uitgewerkt, er zit veel energie in en je gelooft erin. Het bestaat nog niet, dus je moet dat gaan overtuigen. En dan begint het met de gemeente die zegt, we gaan eerst de stadsplanner of de stadsarchitect even aan het woord laten. En dan is er een totaal ander plan. Ja. En die vrouw zit daar natuurlijk ook. Die weet ook dat van tevoren van, hey joh, we gaan morgen deze vergadering houden, bereid dat even voor. En die hoort na afloop van haar verhaal, denkt ze, ja, dit is wat ik heb bedacht. En dan komen jullie met jullie plan en denkt zij waarschijnlijk, hey, ik weet hier eigenlijk helemaal niks vanaf. Misschien is het wel een leuk idee, maar ik heb een heel ander plan gemaakt. Daar heb ik al heel veel tijd in gestopt. En dat is denk ik wat er dan binnen zo'n gemeente misgaat, of binnen de politiek. En waarvan ik mij dan nu afvraag, van hoe had je, want jij stelde die vraag, hoe kan je dat voorkomen of hiermee omgaan? Ja. En ik vraag me ook echt af hoe je daarmee om zou kunnen gaan. Want je kan niet voorspellen. Ik denk dat dit een discussie die zo bij jou ook weer terugkomt. En dan hadden we nog één puntje bij jou wat weer inhaakt op jouw discussie. Is er wel ruimte voor dit soort ontwikkelingen in de stad? In de zin van, is die behoefte er? Wat Auke net zei, is Dordrecht wel een hipsterstad, om het even zo te benoemen. En ik denk dat jij als horecaondernemer daar goed zicht op hebt. Van, zijn nu al die veranderingen die wij graag zien? We kunnen heel hard roepen dat we het allemaal willen, maar gaat het ook echt werken in Dordt? Wat is jouw visie daarop? Nou ja, kijk, er zijn zat dingen zeg maar, waarvan je op voorhand kan zeggen, dat gaat nooit werken, totdat het uitgevoerd wordt en dan werkt het wel en dan willen we er allemaal bij horen. Zeg maar. En ik denk dat dit zo'nzelfde ding zou kunnen zijn. Plus dat ik denk, zeker als je kijkt naar de binnenstad en de huidige situatie waar we in zitten, er gaat een hoop leegstand komen straks, extra, op datgene wat er al is. En of dat problematisch wordt of niet, dat is dan tot daaraan toe. Maar vanuit de huidige Vanuit de huidige leegstand die er al is, zou je ook kunnen zeggen van, nou, daar kunnen we ook eens jonge makers op in laten haken om op een hele andere manier te gaan kijken naar bijvoorbeeld retail of horeca of juist een uiteindelijke invulling van plekken in de stad die misschien veel meer dynamiek kunnen hebben in plaats van
ja, dat het nu leeg staat of dat er niks mee gebeurt. Hè? Dus dat zou ook zomaar, je zou bijna de hele binnenstad als een creatieve broedplaats kunnen gaan zien. Dat is en daarmee, zeker, zou je, nee, maar ja, daarmee zou je landelijk ook een gigantisch statement maken. Nou ja, dat kan uiteindelijk ook je gemeente weer op de kaart zetten en dat heeft dan weer een soort zuigende werking. Hè, dus ja, er zijn zoveel dingen mogelijk. Ik ben het met je eens dat zo'n hele stad, en zeker zo'n binnenstad, ook zo'n creatieve broedplaats. Wat mij dan gelijk een beetje wakker laat schrikken, want ik denk van, ja, oké, dat zou ik ook graag willen in die binnenstad. Alleen de cultuur, die ik misschien interpreteer ik het verkeerd, is wel een beetje in ons centrum dat er eigenlijk steeds minder mogelijk is, omdat de klagende boemers toch wel heel vaak hun gelijk halen. Is het dan toch juist niet beter om die creatieve plekken en die broedplaatsen juist uit dat centrum te trekken? Of moet het daar juist blijven? Hoe moet ik dat zien? Nou ja, kijk, ik denk dat je dan heel erg vreemd dat die mensen die klagen, zeg maar, dat zijn over het algemeen geluidsklagers en dat soort toestanden. Dus, maar niet ieder creatief broedplaats ding maakt geluid of zo, weet je wel? Het is ook niet zo dat creativiteit gepaard gaat met overlast. Dus, nee, ja, maar daar lijkt het bijna op, hè, zeg maar, als je dat stelt. Het zou ook, nou, ik denk dat het magazijn, SBK, ja, hè, dat, ja, is ook een hele goede, ja, voorbeeld, heel goed voorbeeld van een creatieve broedplaats. En dat werkt supergoed. En daar, ja, daar heeft vast ook wel iemand last van als de mensen in een tuin zitten. Nou ja, dat bedoel ik dus. Oké, maar dan koppel je de horeca-aspect aan. Hè. Maar ja, uiteindelijk het creatieve van de bovenverdieping, waar een platenwinkel en een fietsenzaak en een fotowinkel volgens mij bij elkaar komen. Dat doet ook al iets met een binnenstad. Hè. En zo kan je dat op veel meer maar vlakken. Het magazijn is ook wel een uitgelegen plek om iets aan het gebrek aan nachtleven te doen. En dat kan daar dan weer niet. Dus dat is dan. Nee, nou ja, precies. Dus ja, daar zou je uiteindelijk een andere plek voor moeten zoeken. Maar dat zou dan zomaar op het Scheffersplein kunnen zijn. Maar dan kom je ook uiteindelijk weer. Ja. Wat wil je dan? Hè? Uiteindelijk als politiek ga je dan uitspreken van, nou ja, dat is het horecahart van de stad. En daar mogen dan wel dingen op die manier, zodat je daar die mensen kwijt kan die daar behoefte aan hebben. Of moet dat echt per se in een bunker die aan de rand van de stad staat, met 5 kilometer vrije ruimte eromheen? Dordtse Keel. Top. Nou, dat zie je nu zou bij, kunnen. Nee, bij, ja, bij de DS-17 van Ivo van der Vat. Die zit op een buitenterrein. Bloemboden. En die mag bijna nog steeds niks. Die mag een 1C-container wat. Dus ja. Qua muziekprogrammeren. Nee, ja, maar kijk, als je dat echt wil, dan kan het. Weet je? Ja, dan gaat het gewoon gerealiseerd worden. Zeker. En dan kunnen er 100 klagende buurmannen zijn, of één. Maar dat valt reuze mee. Hè? Zeg maar, dat is, ik denk dat dat echt niet het hoofdpunt is. En ook daar, die mensen die binnen dit soort zaken, als ze heel veel tegenluidt, omdat er zoveel kaders en regeltjes zijn, zeg maar, waar ze zich op kunnen beroepen. Daarom kan soms één klagende buurman, die kan echt zorgen voor een soort van stop op die creativiteit. Ja. Dat gaan wij hier niet laten gebeuren, want we gaan even stellen worden. Ik wou zeggen, ik wou even inbreken, Tjanko, want we hebben natuurlijk Stella en haar mooie mannen hier uitgenodigd om muziek te maken. Maar als je meer van Stella Worden wil weten, waar moet ik dan zijn, Stella? Waar kan ik informatie over jou krijgen of muziek van jou beluisteren? Het allermakkelijkste is Spotify. En eigenlijk alle andere online platforms. YouTube, Instagram. Twitter doe ik dan weer niet aan. Dus daar kan ik hem niet vinden. Maar ik denk Spotify de makkelijkste is. Ja, er staan ook alle nummers die ik heb gemaakt online op. Jullie maken eigen werk. Doe je dat alleen? Of doet die man naast je ook nog iets daarin? Hoe moet ik dat zien? Die man naast me doet zeker ook wat. En die man naast je is Jaap Mol, mag je? Toetsenist, maar verder ook een zeer breed muzikant die van alles doet. Stel je kort even voor, Jaap. Hè? Jaap Mol, onder andere de toetsenist van Stella Warden. Samen met hier vergeet ook Harmen van der Reen niet. Die gitaar speelt, mooi zingt. En ik ben bij jou al een keer in het programma geweest met Jonker. En ik kan me ook kennen van Bottles of Love. Ik maak ook eigen muziek. En voor Stella doe ik alle productie. We schrijven samen liedjes en de opnames mixen. Dus we zitten goed in de muziek. Gaan jullie binnenkort nog ergens spelen met 20 man of 25 man publiek? Nou, weet jij een plek waar dat kan? Ja, door. Misschien straks weer. Ik heb geen idee. Of ik denk dat we na de uitzending met deze mannen hier moeten praten. Die kunnen vast iets fixen. Hey, je zegt net Harmen van der Ree. Die is er altijd bij. Harm, ben jij er altijd bij? Dit is de tweede keer, denk ik.
Oké. Op cd wel. Oh, oké, dan mag jij meedoen als sessiemuzikant. Hey, we gaan zo direct overschakelen naar het nieuws op de radio. Voor de mensen die zeggen van nou, ik wil veel liever naar Stella Warden blijven luisteren. Kijk dan op onze Facebookpagina via Cultura Over en Uit. En daar kun je nu gaan luisteren naar het nummer Kites van Stella Warden. We'll be right back.